Het is vandaag dinsdag 18 juli en het is weer tijd voor een nieuwe Dopecast livestream met uiteraard zoals elke dag een bakkie en gezelligheid. Tenminste, dat gaan we proberen te brengen weer, een gezellig streampje. Ik ben helemaal niet gezellig vandaag. Het is altijd maar afwachten. Chris heeft nog geen woord tegen me gezegd vanaf dat hij binnenkomt, dus erg gezellig was het hier niet. Nee, gekheid. Ik vroeg het net ook al, maar je teentje doet het weer een beetje, vriend. Mensen hebben medeleven getoond na de laatste stream. Heel voorzichtig maar. Heel voorzichtig. Gaat vanzelf weer over. Het is ook iets extreems natuurlijk, hè. Krukken hebt hij ook. Maar ik heb vandaag gewoon getraind en zo. Oh wel? Ja, borsten en zo. Dat kan wel. Nee, dat kan wel. Dat kan wel. Natuurlijk. Lekker man. Ja, dat is lekker als je een gym aan huis hebt. Ik zit de hele tijd tegen Vincent te zeggen, wanneer kom je nou een keer naar mijn huis en gaan we even een... Gymsessietje. Ja. Ja. Dat is laten we even zien. Op Insta kunnen we dat ook wel eens een keertje laten zien eigenlijk eventjes. Dat is misschien wel leuk. Ja, waarom niet? Sowieso komt het in de allereerste aflevering dat we op zoek gaan naar een supercar voor jou, komt dat al wel voorbij. Ja. Dus de mensen die een stukje van Chris' huis willen zien, kunnen dat op Gewoon Dopie binnenkort zeker gaan zien. Maar we hebben sowieso een druk weekje voor de boeg. Morgen zijn we de deur uit voor opnames voor Gewoon Dopie. En ik denk dat waar we nu aan gaan beginnen morgen, dat dat wel de grootste productie is. Ik denk dat ik het zo wel mag noemen, wat we tot nu toe gemaakt hebben. Daar zit ja, maar dat is het. Dat is het al. Dat is het al, ja. Dat is het al. En dat is niet... Misschien zelfs qua voorwerk al. Ja, qua voorwerk al. Ja. En dit is niet eens de serie waarin we op zoek gaan naar een supercar voor Chris. Hè. Daar heb ik het niet eens over. Dit is een hele andere serie weer, op Gewoon Dopie. Maar, dit zien de mensen ook helemaal niet aankomen. Nee. En het is inderdaad wel een stukje Gewoon Dopie. Dus het heeft niet met treden te maken. Maar dit is wel, vind ik persoonlijk... Dit is bucketlist. Ja, ik wou het net zeggen. Dit staat bij mij op de bucketlist. Dit zijn dingen die ik wil doen. Ja, want jij hebt... Niet dat ik dit andere dingen niet wil doen, maar dit staat al heel lang op ons lijstje. Ja, en bij mij staat dit echt al heel lang op mijn lijstje. Want jij hebt het altijd over, ik zou graag een ruimtereis willen maken. Ook, ja. Of vind ik voor wat. Ja. Ik keek hier vroeger al naar op tv. Ja. Toen die andere jongens dat deden. Ja. En toen had ik zoiets van, dit vind ik zo gaaf. En ik ging daar ook echt voor zitten. Ik keek dat altijd... En nu gaan we zelf zoiets doen. Ik vind het heel vet. Dik hoor. Ik vind het echt heel vet. Ja. Goed, morgen gaan we daar de eerste stapjes voor zetten. Nee, en dat heeft niks te maken met Platinum, Tim Mostree. Want ook dat hebben we van de week natuurlijk gezegd. Ja, dat is weer iets anders. Daar zit zoveel... We hebben het ook zo druk, joh. Ja, maar daar zit echt serieus veel in de pijplijn. We hebben het al vaker aangegeven. We zijn op de achtergrond met zoveel dingen zijn we bezig. Daar zijn we aan begonnen, joh. Er komt heel veel toffe content aan op Gewoon Dopie. Er komt heel veel toffe... Hele top shit we gaan gewoon even voor Platinum. Nee, maar we gaan echt de aankomende maanden, je moet heel voorzichtig zijn met voorspellen, weet je? Ja. Maar de aankomende 3, 6, 12 maanden, over een jaar wil ik terugkijken en dan denken de mensen echt, what the fuck is in het afgelopen jaar gebeurd? Ja. Weet je, we gaan nu echt gas geven, we gaan even een tandje bijzetten, versnelling hoger. Ja, kom gewoon wat dikke shit aan. Ja, ze gaan gewoon meedoen met de avondvierdaagse. Nou, dat was het wel. Spectaculair is er nu vanaf. Nee, trust me, er gaat echt heel veel dikke shit aan komen. Ja. En het is allemaal niet producten waarvan we zeggen, oh, dat kost je... Ja, oké, het boek. Dat kost je geld. Ja. Maar wat we in Platinum gaan doen, kost helemaal niks. Maar krijg je wel iets heel diks voor terug. Ja. En de content, jongens, zoals jullie weten, ja, dat is ook allemaal free. Maar dit dat is gewoon omdat wij het ook gewoon zelf super leuk vinden om te doen. Ja, en dat houdt ons ook gewoon... Weet je wat het is? Dat moet ook wel... als dat het niet is... Wat ik zegde net voor een lolletje, waar zijn we aan begonnen? Hier zit zoveel tijd in. Ja. Hier zit zoveel tijd in, omdat je het leuk vindt. Als ik het niet leuk zou vinden, was ik al lang gestopt. Nou ja. Dus dit houdt het ook wel leuk. Dit is inderdaad echt leuk. Joyce zegt, ik verleng mijn Platinum met nog een jaartje. Kijk Joyce, gezellig dat je erbij blijft. Dan ga jij ook gebruik kunnen maken straks van iets heel tofs. Ja. Dat weet ik zeker. Ik weet zeker dat mensen het vet gaan vinden. Ja. Dikker dan jullie feestje van 1 juli. Ik denk zelfs, serieus, voor de Platinum leden dan... Dat dit iets is wat dikker is als het feest. Denk ik serieus. Het is in ieder geval speciaal. Laat ik het daarop houden. Zo is het. Wat vinden jullie van de wissel van De Vries en Ricciardo? Vraag dat maandag nog een keer. Maandag ga ik je daar antwoord op geven wat ik daarvan vind. Voor nu vind ik het leuk en gaan we het zien. Maar Ricciardo moet het dit weekend dan wel gelijk even waar gaan maken. Goed. Genoeg over content, want we kunnen daar uren over blijven. Ik voel dat in mijn lichaam dan of zo. Ik weet niet, ik heb dan gelijk... Ik vraag me ook echt af hoe het allemaal gaat. Of het allemaal gaat verlopen zoals we willen. Wat er gaat gebeuren allemaal als we dat gaan doen. Ik moet uitkijken welke woorden ik kies. Hè. Maar daar moeten we eventjes...
Goed, eens even kijken hoor. Is er al een filmpje van hoe jullie op de naam Dopecast zijn gekomen? Nou, daar is geen filmpje voor nodig. Dat hebben we echt al heel vaak aangehaald. Eens even kijken, wat zie ik nog meer? Ja, maar die vrijheid hebben we ons wel zelf ook gegeven. Dat is wel een verademing door dat extra kanaal even erbij te doen. Zeker. We kunnen daar alle kanten op doen. We kunnen gekke dingen doen. Weet je. Ja, maar dat is ook laten zien. En dat zorgt er gewoon voor dat we wat we hier doen, lekker de focus ophouden. Maar dat is wel ook laten zien hoe wij echt zijn. Ja. Weet je, we kunnen hier bloedserieus bezig zijn met het traden. Dat is gewoon wat we altijd, iedere dag, 24-7 voor Dopecast doen. En daar staan we ook voor, 100%. Ja. Alleen daarnaast zijn we wel Chris en Berry. Ja. Chris die ging vroeger ook naar een feestje. En dan was het een of ander thema iets of zo. En dan kwam hij weer als lama of zo. Weet je, ja, dat soort rare dingen. Ja, het zijn ook leuk. Chris en Berry. Ja. Weet je, dat is ook hoe wij zijn. De dingetjes achter de schermen. Precies. En dat gaan we gewoon lekker met jullie delen. Jober en Chris, wat vinden jullie van de wissel? Tim Mostry, zonder voor al de mensen die vandaag Platinum verlieten. Nou ja, al die mensen kunnen morgen, zodra dit live is, Platinum ook gewoon weer joinen, Tim. Ja. Dat is het mooie. Dus dat is helemaal aan jezelf. Maar goed, jullie maken het wel spannend de afgelopen streams. Stars, geloof me, ik wil het liefst nu ook zeggen. Nou, dat zijn grote dingen. Zal ik het zeggen dan? Nee. Nee, gaan we niet doen. Binance, officieel weg uit Nederland vanaf gisteren. Ah, zonde. Ja, maar... Ik verwacht dat met de tijd Binance gewoon weer voor de deur staat. Oh nee, maar je kan de klok erop instellen hoor. Dadelijk nou, iets minder. Denk 18 maanden ongeveer. Dan is Mika van kracht. Ja. En dan zijn ze terug. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Goed. 7-daags gemiddelde voor het aangemaakte aantal Bitcoin wallets. Is op het hoogste niveau sinds mei 2021 501.440 wallets aangemaakt. En dan gemeten op 12 juli, geloof ik. In 7 dagen tijd. Ja, dat geeft aan dat er dus veel interesse is. Maar... Er staat spanning op de prijs. Zou ook misschien te maken kunnen hebben dat er veel nieuwe wallets aangemaakt zijn. Omdat er veel nieuwe wallets vanuit Binance ergens anders heen moeten vloeien. Niet alleen vanuit Nederland, maar er zijn natuurlijk meerdere landen waar het even iets minder gaat voor Binance. Dus dat zou er ook mee te maken kunnen hebben. Hoe dan ook. Best wel bullish, denk ik. Ik denk dat dat best wel positief is. Veel nieuwe adressen. Tuurlijk, maar er is ook prijsactie en een leveltje wat echt kosten wat kost verdedigd wordt, lijkt dit. Bitcoin zet nieuwe monthly low en hangt aan een zijden draadje in de range. En dat is het ook. Dat is het ook. Kan echt alle kanten op. En het grappige is, de normale indices die staan allemaal sky high. Het gaat gewoon helemaal jekko. Ik vind het ook leuk, hè? En laat ook zeker weten wat Chris eventueel zou moeten testen. Want het voelt een beetje als Daily Driver, wat Jay toen heb gemaakt. Met Job, jij bent ook op zoek naar een... Nou, niet een Daily Driver, daar ben je niet op zoek naar juist. Nee, ik ben wel even... Jij bent op zoek naar iets naast de Daily Driver. Ja. Chris vergeet de nieuwe Aston Martin DB12 niet te testen. Nou, Chris heeft een lijstje ingediend bij Mike. Want Mike is degene die de afspraken maakt en die alles regelt. Daar staan, nou, ik denk 15, 20 auto's op. Ja, daar staan wel wat auto's op, ja. En ik heb ook expres gedaan, oké, je hebt altijd een voorkeur, maar ik vind het altijd leuk en spannend om dan juist iets te testen of te rijden daarbuiten. En dat kan dan in één keer heel erg... De eerste auto was er één waarvan jij dacht, dat vind ik helemaal niks. Nee, dat was er zo één. En toen dacht ik, what the fuck. Ja, dat was ze. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Goed, Klaas Knot, de big boss van de Nederlandse Bank, heeft aangegeven na de renteverhoging van juli verwacht ik geen verhoging meer, maar een staking van de renteverhoging. Oké. Volgende week is natuurlijk Amerika's eerste aanzet. Die gaan laten weten wat ze gaan doen met het verhogen van de rente. Heel veel cijfers ook volgende week. Ook, zeker. Ja. Zal er misschien ook nog wel een klein beetje op inspelen hoe die cijfers uitspelen. We hebben natuurlijk de inflatiecijfers hebben we gezien. Dat zal ook meewegen. We zijn van 4.1 naar 3 gegaan. Mm. Ja, dat is ook een serieuze stap terug weer. Gaan ze daardoor zeggen, oké, we blijven pauzeren? Of gaan ze toch nog één verhoging erdoorheen gooien vanuit Amerika? Dat gaan we zien. Heel veel mensen verwachten de afgelopen weken in ieder geval een verhoging. En in Europa zijn ze de dag daarna aan de beurt en gaan ze ook de rentevoetbeslissing laten weten. Ja, volgens mij kunnen we hem gewoon erbij pakken dadelijk. Als die laat. Ja, 97% is er zeker van dat er nog een verhoging bij komt. Dus ja, dan... Laten we zo meteen ook wel eventjes, laten we ook wel eventjes zien. Als die laat, zeg jij. Nou goed, als het goed is, hebben we uiteindelijk ook een solide, houdbare topoplossing gevonden voor het internet. Maar goed, dat moeten we nog maar afwachten. Eerst zien dan, geloof ik. Ik ben daar nu zo voorzichtig mee geworden. Ik ook. En dan denken jullie, wat is er mis mee dan? Het draait toch allemaal? Ja, maar ook ons internet hangt eigenlijk al...
aan een zijden draadje. 100, 200, 300 streams aan een zijden draadje. Ja. En het is echt knap. En dat wonder... draadje, dat knapt ook steeds. En dan gaan we hem weer aan elkaar knopen. Ja, dat is letterlijk wat er gebeurt. Maar we zijn er nog steeds. Geef een bakker mijn geld mee aan uit. Maar, ja, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Als het uiteindelijk... we hebben Starlink, we hebben Elon Musk hier op dak staan. Alles. En het doet het nog steeds niet, hè? Nee. We krijgen ook heel veel tips van mensen. En denk ik, ja, dat hebben we allemaal geprobeerd. Maar het is hier één grote shit show. Mij gehaald en zo. Het is echt uipan. Maar goed, als het goed is, is nu de oplossing gevonden. De BMW M5 CS is een supercar wat ook een praktische daily is. Ja, dat is niet een supercar. Dat is een super family car. Want het is een hele dikke auto, de M5 CS. Ben ik zeker met je eens, Mark Bakker. Alleen Chris is echt op zoek naar supersport op dit moment. En niet naar iets wat ook daily nog praktisch is. Want dan pakt hij de GLA wel gewoon. Ja. Het is echt, dit moet echt super super zijn qua car. Goed, beursje. Als we een blik werpen op de Nederlandse beurs, zien we vandaag de AEX dag afsluiten met een winst van 0,13 en de midcap won 0,63. De meest opvallende aandelen waren binnen de AEX stijgende. UMG 2,7, Philips 1,4, ING 1%, DSM 1,2. De grootste daler was Prozis 1,5%. In de midcap zagen we Allfunds 2% stijgen, Fugro 1,7, Just Eat 2,6, OCI 3,9 en TKH 1,2. Dalers daar, Van Lanschot 1%, CTP 1,8 en KLM 1,8% naar beneden. Bitcoin zet een nieuwe monthly low neer en nogmaals hangt aan een zijden draadje. Verliezen we hier, ligt er rond 28,8, 28,9. Nog een heel klein blipje, een klein volume nootje, een klein stukje prijsactie waar je wat kan verwachten. Maar verliezen we hier echt met momentum, ja, dan is 28k het eerste gebied waar ik persoonlijk naar kijk. En dan gaan we zo meteen in de charts uitgebreid weer over babbelen. Boom! Eerst gaan we deze kant op. Jullie kunnen droppen in de chat wat jullie vandaag graag willen zien. Ik heb er gewoon zin in vandaag. Er moet gewoon even... Heb je er zin in vandaag? Ja. Nou, dat is lekker, Chris. Even tegenaan gewoon. Dat het is bijna weekend en... Boertje erbij. Hop. Boom! Voelt me gewoon goed. Chris heeft er zin in. Hij voelt zich eigenlijk goed. Laat maar zien dan. 97% verwachten toch nog een rate hike. Ik denk ook dat je daarvan uit moet gaan. Ja. Dus dat gaan we zien. Even kijken. Wat Bitcoin nieuws. Dit had je meegenomen, hè, van de adresjes die aangemaakt zijn. 500.000 nieuwe Bitcoin adressen in de afgelopen 7 dagen. Nou, dat is flink. Grote investeerders kiezen massaal voor Bitcoin fondsen. Ja, we gaan dadelijk echt, als die ETF's en zo, dan moeten we allemaal nog gaan zien. Dan wordt het allemaal nog veel en veel gekker. Oké, ander nieuws. Zag ik, heb dit opengezet voor een reden. Rabobank. Ja, dat wilde ik zo. Deze las ik er net ook. Amerikaanse militair steekt opzettelijk en zonder toestemming grens Noord-Korea over. Is dat een kamikaze militair? Je weet toch dat die grens daar is? Ja, ja. En dat die mannetjes er staan? Ja, hij liep eroverheen en hij is weg. Apart. Dus die zien we waarschijnlijk nooit meer terug. Ik had dat niet eens gezien. Maar dat is dan, ja, dan loop je daar met, denk je, ja, laat ik er even overheen stappen of zo. En die is gepakt en klaar. Ja, die is gelijk afgevoerd. Ja, die zien ze nooit meer terug natuurlijk. Gek, hè? Heel apart, ja, dat is heel apart. Even kijken, Tour de France. Vind ik soms wel leuk om aan te kijken, niet heel vaak. Weet je wat ik ook wel toch een klein beetje apart vind? Kijk, ik zie nu toevallig zijn hoofd en ik zie dan een Zuid-Afrika worstel met mogelijke arrestatie Poetin. Oké. Okay. Ja. Dat is één ding. Ik lees en zie regelmatig wat over de BRICS-munt. Ja. Ik zie heel weinig berichten over de oorlog meer. Valt dat jou niet op? Ik zie nog wel berichten. Ja, ik vind dat echt veel minder als voorheen. Ja, maar dat komt omdat het nieuws een beetje ervan... Nou, het nieuws is er niet vanaf, maar we zijn eraan gewend geraakt. En dat gaat in het... Is het dan ineens minder erg of zo, denk nee, ik? Nee, het is... schijnt nu wel echt wel vol. We gaan nog steeds iedere dag... Ik vind het minder... Ja, hype is niet het juiste woord, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Het is minder big news. Je moet niet vergeten, kijk, het is in februari vorig jaar begonnen. Die oorlog duurt nu al 1,5 jaar en mensen zijn er een soort aan... Ja, het klinkt heel erg cru of zo, maar mensen raken eraan gewend. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, en hoe lang het nog gaat duren, ja, laten we hopen dat het zo kort mogelijk is. Kijk, Poetin die zit ook in het nauw gewoon. In alle kanten raakt hij steeds meer opgesloten. Nou. Ja, en nu met die graandeal in Zuid-Afrika heeft het gewoon letterlijk niet meer te vreten daardoor. Ik hoorde van de week op Instagram zit je dan zo te scrollen en zag ik oom Andrew Tate voorbij komen. Had hij wel even een puntje over Poetin. Ja? Poetin heeft gezorgd dat corona weg is. Is dat zo? Nou ja, vanaf de oorlog
Bestaat corona niet meer? Ah, sinds nee, dat gebeurd nieuws. Is er niks aan de hand. Ik ben voorlopig al 2 weken ziek geweest, dus wat is dat dan? Nou, maar iedereen heeft elkaar hier volgens mij wel een beetje aangestoken afgelopen week, hoor. Jij bent ziek geweest, Mike ziek geweest, Vincent was gisteren dood. Maar echt 2,5 weken. Ik weet niet of hij er vanavond ook weer is, Elroy, maar ik geef Elroy de schuld gewoon. Want Elroy was ook ziek. Nou, en we hebben met Elroy op dat podium staan knuffelen. Ik ben waarschijnlijk wel op het feest ziek geworden. Als drie verliefde mannen hebben we staan knuffelen en staan dansen op het podium. Ja. Maar ik geef Elroy de schuld. Ja, nou, dat zou helemaal kunnen. Even kijken hoor. Storing bij Rabobank voorbij. Klanten kunnen weer geld overmaken. Met Bitcoin heb je dit probleem niet. Nee. Want dan heb je geen storing. Ja, of je moet het bij een exchange hebben staan. Een exchange kan natuurlijk... Er is altijd een centrale partij. Ja, die kan een storing hebben. Maar Bitcoin kan geen storing hebben. Ja, en we hebben het daar laatst ook al over gehad. We hebben mensen over kosten en veel. En toen ik zei dat ik het nog nooit mee had gemaakt, werd ik weer voor gek verklaard. Nou, ik heb laatst naar een ledger serieus bedrag gestuurd. Ja. En serieus bedrag... 2 tientjes. Nee, 3. 3 tonnetjes waren het. Maar goed. En dan, even zonder gekheid. Meer dan 300.000 euro overgemaakt naar een andere ledger. Ja. En ik moest daar echt... een paar euro voor betalen. En dan denk ik... Ik heb dat echt nog nooit gehad. Nee. Dat je serieus hoge transactiekosten hebt en zo. Nee, maar dan moet je naar je bank bellen. En dan moet je eerst al gaan uitleggen... waarom. Dat vind ik al gek, want het is mijn geld. Ja. Maar dat is het. En daar is dat niet. Storinkjes. Even kijken. Oh jee. Hij is weer terug. Microsoft. Vandaag plus 5%. 5% van Microsoft. Hoeveel market cap is dat? Groot. Is dat niet evenveel als de hele market cap van Bitcoin al bijna? 5%. In ieder geval de helft of zo. Ik denk dat het te groot is van Ethereum. Wat het even vandaag erbij komt. Wat gaat er nog meer goed? Nasdaq ligt er sowieso goed bij. Financials zijn er draaien heel erg goed. Citi, Bank of America... zit allemaal in de porto, hè. Microsoft zit er ook gewoon in. Nvidia hebben we niet. Hadden we wel, niet meer. Netflix is eigenlijk ook bijna helemaal afgebouwd al. Zie ik eigenlijk ergens kantjes dan. Daar ben ik geïnteresseerd in. Weet je, het kan allemaal wel jekko gaan, maar liggen er dan nog ergens kantjes? Oké, long-term healthcare begint toch misschien wel interessant te worden. Energie toch ook wel. Regionale banken, die staan echt nog wel zwaar onder druk. Oké. Ja, year-to-date is gewoon echt helemaal jekko, hè. Kijk op groen. Even kijken. Individuele fondsjes dan. Pak ik dit er even bij. Zo. Ik zie heel veel mensen alleen maar XRP aanvragen. Kom even met iets lekkers gewoon even. Even kijken. Onderuit Lockheed Martin. Ja, geen grote verliezertjes. Bij de stijgertjes Charles Schwab. Morgan Stanley. Bank of America, Bank of New York, alle financials, hè. Microsoft en Netflix staan er dan nog tussen. Twee giants. En dan deze echt vooral. Volgens mij is het nu na Apple het grootste bedrijf ter wereld. Of zeg ik dan iets geks? Nee. Nee, volgens mij zijn ze nu naast... volgens mij stond eerst Saudi Aramco... Klopt. Ik heb hem hier staan. Klopt als een bus. Tweede bedrijf? Ja. Tweede bedrijf, ja. Zeker. En de market cap had je erbij? Bijna 3 triljoen. 2,7, ja. En Apple is de market cap van Bitcoin? Die staat hier niet in, dat is een ander lijstje. Maar dat kan ik hier zien. Even kijken. Market cap van Bitcoin. 500. Dus dat is een 5 keer kleiner. Ongeveer de helft van Ethereum is erbij gekomen vandaag. Maar ja, dat is nog steeds veel. Ja, dat is lekker. Cryptotjes, wat gaat daar goed vandaag? Hij staat op de dag, toch? Ja. Sui. XRP. XRP ook aangehaald. Vind ik interessant, hoor. XRP, daar kunnen we wel even meenemen. Het zit in compressie, namelijk.
Ape, Bit. Is dat ding nou nog steeds gelist? Ik zie dat die steeds die dingen weggaan. En dat was het een beetje. Even kijken, volume. Neemt langzaam toe. Ik wil dat het omhoog gaat. Ik wil dat het omhoog gaat. Bitcoin hangt aan een zijdedraadje net onder de 30k. We hebben nog niks verloren. Laat ik dat maar al gelijk verklappen. Ethereum 1900. Ik doe even. Ja, nieuw? Ja. Oké, XRP gaat goed. Afgelopen 7 dagen plus 60% is het meeste natuurlijk vanaf die eerste puls. Gaan we daar ook zeker meenemen, want het staat er echt wel interessant voor. Kunnen we misschien uitbreken naar die dollar. Zou toch leuk zijn. BNB verliest een klein beetje territorium weer. Ja, moet het nu wel ook een beetje gaan doen. Het is toch wel belangrijk voor een paar grote altcoins om nu wel wat beweging te laten zien. ADA ook weer helemaal een beetje leeggelopen. Zonde, Solana, een beetje gaat het dezelfde kant op. Even kijken. Nou, dat is het wel een beetje. Voor de rest zie ik geen gekke dingen. Oh, wat was dit? Nee, niet verloren. De wik is toch lager? Ja, dat de wik lager is, betekent niet dat je verloren. Dat hebben we al zo vaak gezegd, jongens. Dat is echt de Joyce, kom op hè, Joyce. Dat is basic info. Ja. Een candle moet eronder openen en sluiten. De wik is geen los. Hij staat hier. Hij staat zelfs open. Hé, Joyce, dat had jij toch moeten weten, Joyce. De 4-uur-chart. Ja, je bent niks verloren hier zo. Een los is een open en een close van een candle onder een bepaald level. Kijk wat ze hier doen. Niet een week. Je ziet het ook gewoon. En ik heb het je net ook al verteld. En eigenlijk van de week ook al. Ze proberen echt hier serieus, zonder dollen. Ze proberen echt dit level te verdedigen. We hebben wel met de wik een nieuwe Monty low neergezet. Ja, dat zeker. Een nieuwe low. Ja, maar geen los. Nee. Zeker niet. Nee. dus dat proberen ze nu. En zolang we hierboven blijven. Is er nog niet zo heel veel aan de hand. Lower timeframe kan je misschien naar wat verschillende setupjes kijken. Op de kwartier zou je misschien wel al een short hebben kunnen nemen. Maar houden we hier vast. En helemaal als we die candle hier zo sluiten. Ja, dan zou het mij niks verbazen als we daarna een uppuls gaan zien. Dat hebben we hier gezien, dat hebben we hier gezien. Ja, en dat was ook gewoon vanaf hier was het een run van 4% weer omhoog. En van hier was het ook een run van 4% omhoog. Gewoon naar de range high. Dus het gaat om de wicks die je hier ziet. Maar ook deze candle die ze hier aan het maken zijn. Je weet niet hoe die gaat sluiten. Ja, is niet direct een teken van zwakte. Die puls en liquiditeit. Oké, daar hebben ze wat geprobeerd te breken. Maar als het niet breekt, dan breekt het niet. En dat is gewoon heel erg fijn aan die keiharde conformatie. En die hebben we gewoon voor onszelf gecreëerd. Dat is niet iets magisch of zo. Wij hebben gewoon gezegd, 4 uur. Verlies je hem, dan verlies je hem. Dan ga ik die en die trades activeren. Verlies je hem niet, dan is er niks aan de hand gaan. Nee, en ik zie Harp Braamhaar ook zeggen. Is de 4-uur chart altijd heilig voor een gain of loss? Je kan op elke tijdsframe iets gainen of verliezen. Alleen het is aan jou, wanneer jij zegt, nou ik vind dit moeie importante. Wij zeggen altijd, vanaf de 4 uur nemen wij het serieus. Vanaf de daily ben ik nog zekerder. En vanaf een weekly ben je nog zekerder. Ja. Dat is hoe wij het zien. Dus vanaf de 4 uur denk ik, hey, even alert zijn, want we hebben nu een los gemaakt. Dit is een serieuze, die moet ik in de gaten houden. Als ik op de 5 minuten een los zie, hier zal wel een 5 minuten los ergens tussen ongetwijfeld. Maar ja, die zegt niet zo heel veel. Maar want als je op de higher timeframe weet vast te houden, is die conformatie veel sterker. Dus vanaf de 4 uur nemen wij het serieus. Nee, maar en dat is juist geen holy grail, dat is hoe wij het zien. Nee, maar dat is het fijne. Je creëert een systeem en daardoor creëer je regels en kan je veel makkelijker gaan traden. En we doen dit nu al, in crypto doen we dit zeker, die 4 uur, die gebruiken we sinds jaar en dag. Want er zijn een klein beetje ook de levels er vandaan gekomen allemaal. Dat werkt gewoon goed. Dat werkt niet altijd, maar de strike rate is echt extreem hoog. Die is gewoon echt super nice, dus je kan ervan uitgaan, oké, dit geeft een betrouwbaar signaal. Ja. Hier kan ik een systeem op gaan vormen en dat is uiteindelijk wat we doen. In elke markt moet je kunnen traden en in elke markt heb je wel andere condities. Ben jij een onwijs grote markt of een hele zware forex pairing aan het traden of een indice? Ja, dan kan je best wachten op een daily of misschien zelfs een weekly candle. Ja,
Isabella zegt, waarom doen ze daar dan zoveel moeite voor? Nou ja, waarom staat er niet bij? Maar je ziet natuurlijk heel vaak, je ziet dat hier, 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 dat het opgekocht wordt uiteindelijk. En je ziet hier dat het verkocht wordt. Waarom is dat dan? Ja, ze zetten niet op een briefje erbij waarom dat is. Maar in grote lijnen is dat, omdat hier dus nog niet de bereidheid is om uiteindelijk uit te breken. Er is nog genoeg koopdruk om daar uit te breken. Tuurlijk. En onderin is niet genoeg verkoopdruk om door te zakken. Dit is ook gewoon een stukje eigenlijk wat in de Super 7 zat. Maar hier ligt gewoon koopdruk. Want mensen zeggen nu altijd, waarom? Maar als ik dit inteken... Dan snap je waarom. Als we daar staan, dan denk je, zegt iedereen... Had ik daar maar gekocht. Ja, je staat nu op die had ik maar. Het is een feit... dat je hier nu niet doorheen zakt, omdat er nog steeds te veel kopers zijn ten opzichte van de verkopers. Want als er meer verkopers hadden geweest nu, dan had je naar beneden gegaan. Zo simpel is het. Er zijn nu nog steeds meer mensen bereid om te kopen, daarom zit je nog in deze range. Ja, en dat is gewoon, dat hebben we letterlijk volgens mij gisteren meegenomen. Hier worden de mensen bang of bearish, je moet wat omdraaien. Ja. Hier moet je bullish worden. Ja, en waar word je dan wel bearish? Als je uiteindelijk wel die losmaakt. Als je hem echt verliest. Dan kan je, als je hem echt verliest. Ja. Het lijkt allemaal zo simpel. En dat is het in feite ook. Traden is vrij simpel. Alleen het is niet makkelijk om simpel te traden. Nee, maar het is wel leuk. En prijsactie is ook leuk. Zeker. Als je het spelletje begrijpt, dan is het een feestje. Ja, maar dat is echt. Maar je lacht erom. Maar wij zitten hier ook wel eens dat we allemaal... Ik kan hiervan genieten. Dat we allemaal in een lekkere trade zitten. En dat we echt zoiets hebben van... Life's good. Ja. Wij maken gewoon onze eigen portemonnee. En dat is gewoon heel gaaf. Je bent aan niks gebonden. Je kan doen en laten wat je wil. Niemand houdt je tegen. Je plaatst een treetje, dat gaat goed, gaat fout. Je hebt je eigen systeempje gewoon lekker. Je hebt alle vrijheid. Je kan zoveel geld verdienen als je maar wil. Mits je aan de regeltjes houdt. Chris zegt het ook gewoon. Je staat nu op, had ik maar. Ja, dat is het ook. En had ik maar, daar legt de hele kast van vol. En dan kan je nergens mee betalen. Ja. Even kijken. Lower time frame zou ik daar ook nog even naar kijken. Dat is wel leuk, toch? Even kijken, wat hebben we gezien? We zaten al in een range. En we hebben de afgelopen dagen helemaal keihard geranged. Volgens mij hadden we ergens nog wel. Heb ik er net een chart gewist? Wat gaat Chris morgen doen? Hij lijkt zo happy. Nou ja, dat gaan jullie uiteindelijk allemaal terugzien op Gewoon Dopie. En voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn op ons lifestyle kanaal. Of het kanaal waarbij we de video's naast wat we op Dopiecash doen delen. Doe dat ook zeker eventjes. Ik zal het linkje even droppen. Het is een kleine moeite om daar eventjes een dikke duim eruit te gooien en even te abonneren. Maar gisteren had ik het hele chartje toch volgekalkt? Ik weet het. Volgens mij stonden daar ook die invalidaties in zelfs. Ik heb geen idee. Ze zijn nu in ieder geval weg. Ja. Deze range had ik volgens mij gisteren ook al ingetekend. En dan zoiets volgens mij. Zoiets stond er. Moet je maar even terugkijken. Ik denk dat je die zelfs had kunnen spelen op de kwartier. Helemaal geen probleem. Hier zie je wat druk naar beneden. Leveltjes. Je had wel iets minder conformatie. Maar je had je op zich best wel in kunnen stappen. Hoeveel was dit? Dat hij zo ver gaat, weet je niet. Dit was een legit... was een goed scalpje. En als we dit doen hier... dan ben ik super geïnteresseerd. Want dan draait het hele verhaal... Oh, wat doe ik nou dan? Wat? Dan draait het hele verhaaltje in één keer om. En dan wordt zwakte... wordt kracht... Fix niks, zegt. Ik wacht al een tijdje op Gewoon Dopie van het feestje. Nou, fix niks, dan heb ik nieuws voor je, want die komt er morgen op. Morgen is er een nieuwe video op Gewoon Dopie en daarbij hebben we de dag in beeld gebracht van het feest en uiteindelijk ook een stukje van het feest. Dus morgen is die video online. Oké. Okay. Long scenariootje ingetekend. Shortje, kan dat nu nog? Ja, is wel laat, hè. Je kan hem sowieso na de 4 uur los, mocht hij er wel komen, mag je hem eigenlijk voor mij in elke tijdsframe traden. Dus als die 4 uur geprint wordt, dan mag je voor mij elke terugtest gaan shorten. Wat je dan ook nog kan doen, wat ze soms ook nog doen, is het terugtesten ergens van liquiditeit wat nog open staat. Dit stukje misschien, dat ze hem daar nog in willen pushen. En dat je heel veel mensen dus weer ziet die denken, oh, het gaat dan toch nog gebeuren.
Daar ligt zeker wat liquiditeit waar ze mee orders mee kunnen vullen. Dus dat is wel interessant. Dat is 30, 180 ongeveer. Maar dat mag pas na de los. Longetje staat ook nog actief. En een shortje hierboven vind ik ook sowieso nog interessant. Dat is meer in die regio. Maar dat hadden we volgens mij in de stream van gisteren ook al meegenomen. Dus dat staat allemaal nog open. Verschillende setupjes. Eindelijk wat prijsactie. Maar we hebben nog steeds niks gedaan. Weet je, het ziet er heel sexy uit allemaal. Maar er is nog niks gebeurd. Dus ik wil even... Wat wil je? Even... Nou, dat ze... De kant op maakt mij nog ineens uit. Als ze maar gewoon... Met een ukulele komen. Weet je wat ik weer het meest saai zou vinden? Ja, als we weer terug de range in gaan. Ga je terug die range in, ga je weer naar 31k. Nou, is er lekkere prijsactie, kan je optreden, maar zit je weer in diezelfde saaie kutrange. Ik vind het niet erg als ze nu terug gaan naar de range in, maar dan moeten ze hem aan de bovenkant gelijk eruit knallen. Ja, oké, maar in de range terugkomen en weer blijven, nee. Dan zit je nog steeds in hetzelfde scenario. Hoe lang zitten we er al in, jongens? Ja, al bijna een maand, niet goed. Bijna een maand of zo. En we zien gewoon dat bij jullie... Kijk, we hebben gelukkig vandaag wel weer 1100, dik 1100 kijkertjes. Hoe langer wij rangen, hoe minder de prijs doet. En des te moeilijker de mensen het toch vinden om het kopje erbij te houden. Ik heb vandaag ook echt een post van Twitter over gemaakt. Je mag jezelf een schouderklopje geven als je hier nog bent. Je doet het uiteindelijk voor jezelf. En ik ben ervan overtuigd, als jij dit serieus doet en je neemt dit serieus, of je nou een investeerder bent of een trader, dat je dadelijk over 2 of 3 jaar denkt, ja, ik heb het maar wel gedaan. En dat is gewoon waarom je iedere dag gewoon op moet komen dagen en je ding moet komen doen. Ja, TW, laat dat nou alsjeblieft los. We hebben het er al zo vaak over gehad. Plan B, zijn originele stock-to-flow model, heeft perfect de onderkant van de range gebounced. Wellicht kwam de vorige boeren niet aan de bovenkant door het slechte nieuws wat er speelde. En dat is precies de reden waarom die pannenkoek geen datum en een prijs mag noemen. Omdat je het nieuws niet kan voorspellen. Ja. Nu heeft hij het perfect gebounced. En dan kan je weer zeggen, oh, kijk eens hoe perfect het is. Maar wat als de vorige week weer slecht nieuws had geweest en het had weer anders geweest? Je kan het niet voorspellen. En dan kan je zeggen, nou, het modelletje zit nu weer goed. Maar alle keren dat het modelletje fout hebt gezeten, heb jij misschien wel al je geld er doorheen kunnen verbrassen. Nee, maar er zijn door de beste man... Ja, ik vind... Al 8 modellen gemaakt. Nee, maar ik vind gewoon grootste charlatan van Nederland. Maar weet je hoeveel mensen er nat zijn gegaan? Ja. Omdat de prijs voorspellen is voor mij mag dat. En als je dan zegt, oké, dit en dit. Weet je, daarom baseer ik die prijs erop. We hebben van de week nog een video gemaakt. 1,6 miljoen, hier, boom. Maar dan leg ik wel uit hoe ik aan die prijs kom. Is trouwens niet mijn persoonlijke voorspelling. Nee, ik denk ergens 1,5 ton of zo, dat zou mooi zijn. Maar ik ga er geen tijd aan hangen, want er gaan mensen nat op. Nee, maar wij zeggen al jaren, en dat hebben we in die video ook nog steeds genuanceerd. Hè? We hebben de fractal gepakt en we hebben daarna gezegd, we doen helemaal niks met fractals, daar gaat het helemaal niet om. Wij hebben het gehad over bitcoin aan een ton. Dat hebben we al jaren en dat zeggen we nog steeds. Ik verwacht nog steeds dat dat gaat gebeuren. Wanneer? Weet ik niet. Want dat kan je niet voorspellen. Met geen enkel model, met geen enkel berekeningetje, dat kan niet. We hebben er laatst nog een gezien, die hebt door de zon en de maan hebt die voorspeld dat wat bitcoin en goud gingen doen. Ja. Is ook niet gelukt. Nee. Weet je, laat dat soort dingen naar los. Mensen allemaal op zoek naar die ene indiaan die in een tentje zit met een rookworm. Die het jou kan gaan vertellen wat er gaat gebeuren, want dan worden ze rijk. Ja. Het is er niet. Nee. Het bestaat niet. Nee. Als iemand dat verkoopt, tegen je zegt, omdraaien. Tuurlijk, en maar het verkoopt heel goed en het scoort heel veel engagement. En dat is waarom toch heel veel mensen misschien ook ongewild in die trap vallen. Dan word je erin gezogen en dan kan je ook niet meer terug misschien. Misschien is dat het ook geweest. Maar ja, dan is het gewoon meer alleen zwakke persoonlijkheid wat je dan hebt. Ja, maar ja, is ook zo. Is ook zo. Maar goed, het is wat het is. Laten we het daar maar weer op houden voor vandaag. We gaan even naar Nestlé vandaag. Hou je van een chocomelletje? Ben jij een chocomelman? Ja, maar niet van... Dat is dat poeder toch? Ja. Nee, ik wil dan gewoon, hoe heet dat? Gesmolten chocola. Nee, gewoon dat gele pak. Echte chocomel. Ja. Tenminste, ja. Jij wil gewoon chocomel. Chocomel. Oké, duidelijk. Nestlé, gaan we even heen. Even kijken, dat zit in Zwitserland, toch? Dat weet ik niet. Even kijken, wat hebben we hier ingetekend? Alleen de bol van ome Bert kan voorspellen. Ja, ik heb dat ding al echt vaak geprobeerd, Julian. En dat is ook een charlatan, die Bert. Dat ding doet helemaal niks. Dat ding doet echt niks. Hè, nee, maar...
Weet je wat het is? Kijk, voorspellen, het zegt het al. Weet je, voorspellen is gokken. Voorspellen doe je, ga je naar het casino en dan ga je roulette voorspellen spelen, wat de roulette doet, ja. Oké, hier stond nog een oud treetje. Boksje is heel een raar kleurtje. Hier is dat boksje. Dat was... ja, dat is wel het probleem met dit soort aandelen. Hè. Dan heb ik het over een Nestlé, dan heb ik het over een Unilever. Normaal gesproken zou je misschien zelfs een Ahold daaronder kunnen scharen. Die hebben juist de afgelopen jaren een beetje gek gedaan. Maar dit zijn een beetje de fondsen van... Ja, die doen niet zo heel erg gek. Zelfs niet als de hele wereld wel gek gaat. Dit was dan wel echt zo'n buitenkantje. Dit zijn ook de aandelen als die dan... Als er dan marktbrede paniek is, kan je daar wel echt je slag slaan. Ja, ik ga ervan uit dat je jou in positie zit. Misschien heb je zelfs wat winst genomen. Is dat niet zo, dan kan je hier makkelijk nog bijschalen. Ik denk niet dat er in de tussentijd heel veel veranderd is. Dit zijn ook earnings waar ook niet hele grote verrassingen zijn. En zo. Dus het zijn meestal wel stabiele bedrijven. Zit je te denken aan een add-on? Wil je je positie misschien wat groter maken? Mag, hè? Zou ik wel iets lager kijken. Pak je gewoon wat meer air weer mee. Duidelijk. Dan gaan wij richting Adobe vandaag. Adobe, verdienen die nog geld, Adobe? Ja, die doen het goed. Die doen het goed. Dat zat volgens mij ook in het mandje. Zat hij nog in het mandje? Of heb ik hem eruit geknikkerd? Nee, hij is eruit. Even kijken. Oké. Okay. Nou ja, ik zie al waar ik hem eruit... je ziet het, hè. Ik kan me nog herinneren dat dit hier stond. En toen zei ik ook. Daarom staat dat 2020 erbij. Volgens mij heb ik gewoon toen de earnings erbij gepakt of zo. Dus zeg ik al, hij wordt slechter gewaardeerd dan 2020. En dat sloeg helemaal nergens op. Als je ook de cijfertjes, fundamentals erbij pakt. Die cijfers, die heb je tot je beschikking. Ja. Die kan je gewoon inzien. Dat is geen geheim, want een bedrijf is verplicht om die... filings te deponeren bij de instantie van het betreffende land. Dus iedereen kan die cijfers inzien. En ik hoor veel mensen zeggen, ik ben echt alleen maar met crypto bezig. Aandelen nog niet zoveel, maar ik wil als er een volgende boommarkt komt en ik heb veel winst uit crypto, wil ik me toch meer gaan verdiepen in aandelen om die portfolio te verbreden. Nou, zoals we hebben beloofd, er komt met de tijd meer content aan met betrekking tot aandelen. Vinden we ook heel belangrijk natuurlijk voor de mensen die uiteindelijk die switch dadelijk willen gaan maken. En ook wat meer in-depth. Ja, maar je hoeft geen switch te maken. Je moet het en-en doen. Nee, maar ik bedoel, om buiten alleen crypto, ook daarnaast met winsten die ze maken in crypto, ook te gaan investeren. Ja, juist dat. Tuurlijk, te gaan verbreden. Ja. Niet om van crypto naar aandelen te gaan. Maar je crypto te gaan onderbrengen onder andere aandelen. Ja. Ze maken dadelijk winst, die mensen. En die zeggen, ja, ik wil een stabiele portfolio. Ja. En uiteindelijk als jij een klapper maakt met, of dat nou een altcoin is, maakt geen zak uit, hè. Je bent de allerslimste en de grootste winnaar. Als jij 100, 200, 300% hebt gemaakt met peppen. En je hebt ballen gehad om het eruit te trekken. En je stopt het dan in aandelen. Ja. Dan ben je de grootste winnaar. Ja. En ik denk ook dat dat heel belangrijk is. En dat moet sowieso naast elkaar. En ik zie Bert Smeeing zeggen, aandelen boeien me niet, procentjes zijn saai. Ja Bert, dan kan ik jou bijna op een presenteerblaadje geven dat je waarschijnlijk in de toekomst rek gaat als je alleen op zoek bent naar hele hoge percentages. Wat heel veel mensen onderschatten is, jij kan letterlijk... Nee, maar procentjes zijn saai. Kom op, als je die instelling al hebt, je gaat niet alleen maar onwijs klappers maken. Dat bestaat niet. Iedereen wil uiteindelijk centjes. Ja. Als je centjes wil, dan moet je ook in aandelen zitten. Dat kan je niet links laten liggen. Want dit is gewoon de langst bewezen succesvolle markt waar je geld kan verdienen. Als jij alleen maar in high risk altcoins of weet ik veel wat gaat zitten, dan ben je niet goed bij je hoofd. Je wil uiteindelijk je geld niet op de bank hebben. Omdat op de bank wordt je geld eigenlijk alleen maar minder waard. Hebben we het al vaker over gehad. Want de bank verdampt er elke dag gewoon een beetje. En je wil zorgen dat je je geld in ieder geval zijn waarde laat houden. En dan zijn die saaie procentjes super belangrijk. Ik ben altijd... Ja, maar de procenten die je pakt in aandelen is echt serieus. Ik ben er ook van overtuigd als jij tijdig begint. Tijd is belangrijk, hè, met investeren. En je doet dat structureel. Je hebt een goed plan daarvoor.
Je hebt misschien zelfs nog een cashflow. Dan is het een garantie. Dan is het niet een kans. Dan is het een garantie dat jij rijk wordt. En mensen doen het niet. Julian Derksen. En Bert. Morgen komt er een video online. Ik zie Julian ook zeggen, en dat is weer toevallig dat we daar nu een video over gemaakt hebben. Hij zegt, compounding is sterker dan 1 keer 80%. 1 keer een klapper of meerdere keren een nieuwe investment doen en compounden. Morgen in de video ga je zien wat we daarmee bedoelen. Ja. Zakken vullen willen we. Zakken vullen. Ja, maar dat is het. De Pengros, dat is waar het om gaat. Nou, die energie zit wel goed vandaag. Ik weet niet, heb je lekker gegeten vandaag? Nee, maar mens, dat is gewoon... Dat is gewoon hoe het werkt. Ja, Palantir gaan we vandaag even koeken. En hoe hoef ik niet meer te analyseren? Had je dat nog niet gedaan? Nee, ja, ik heb gezegd, ik ben eruit. Oh. Ben je nu geïnteresseerd? Nee. Ben je nu geïnteresseerd in Nvidia? Nee. Ben je geïnteresseerd in Microsoft? Nee. Ben je geïnteresseerd in alles wat pulst? Nee. Op groen verkoop je en op rood koop je. Waar gaan we terugvallen? Weet ik niet. We kunnen ook nu doorstoten naar een altemaai, hè? Misschien ben ik wel te agressief uitgeschaald. Had ik wel mijn redenen voor. Ik vind dit wel een mooie terugtest. Die is nu geactiveerd. Ga ik hem even... Ik maak hem wel groen. Vanaf daar mag je eigenlijk gaan inschalen. Kan ook, als iets hard stijgt, kan het ook ver doorschieten. Hè? Dus eigenlijk het hele gebied wat daar ligt, mag je gewoon inschalen. Stelletje zakkenvullers, zegt Niels. Zeker, als het om aandelen gaat, om treetjes, dan wil ik mijn zakken zo goed mogelijk Nee, maar vullen. Jij moet in het leven sowieso de instelling hebben dat jij zoveel mogelijk... niet alleen geld, maar succes. Je wilt toch alles uit het leven halen wat erin zit? Zeker. Kom nou van die fucking luie reet af. Ga fucking iets doen. Ja, en als je dan kijkt naar onze producten, hebben we daar juist weer een hele andere instelling voor. Wij willen de mensen zo goed mogelijk kwaliteit bieden. En wij zijn niet de boys die 1000 of 2000 euro voor een programma gaan vragen. Ik weet zeker... Maar nu 3000. Nee, maar ik weet zeker, als wij dat hadden gedaan, want dit ziet iedereen, hè. Iedereen die tegelijkertijd begon met ons product te maken, ja, die vragen nu allemaal 1000 euro plus voor producten en zo. Wij gaan dat niet doen, wij gaan dat nooit doen, dat ga je bij ons ook niet zien. Dat het leerprogramma ineens 1000 euro kost of zo, gaan we niet doen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de meeste kwaliteit bij ons in het leerprogramma zit. Wij hebben het beste programma van Nederland, de rest is shit. En die kost... Nee, maar even serieus. Ik durf dat over mijn eigen product te zeggen. Want ik sta in voor mijn eigen kwaliteit. Nee, dat begrijp ik. Maar je zegt de rest is shit. Ik denk dat de rest shit is. En het kost waarschijnlijk nog 5 keer zoveel ook. Ja, kom op. Ja, ja goed. Ik vind dat je dat best wel over... Dat ze, je mag best wel... meer wat Amerikaans, weet je. Wees niet altijd bang. Nee. BNB gaan we naar kijken. Oh nee, Palantir zouden we eerst doen. Oh ja. Reanimeer mijn man even, Berry. Ja, als het echt niet goed gaat, dan doe ik dat live, hoor. Gewoon in de stream. Ga ik er bovenop leggen. Ik heb EBO, hè? Ja. Ja, tuurlijk. Gaat het? Heimlich. Hier ben ik ook te vroeg uitgegaan. Als jullie je prijzen zouden verdubbelen, zou ik het nog steeds betalen. Nou, YOLO, dan gaan we daar even over nadenken. Ja. Ja, dit is... ben ik dan iets te agressief met winst nemen? Gewoon? Dat kan zijn. Kunnen jullie niet een keer wat cursussen gaan testen voor wat content? Nee, nogmaals, we zijn hier niet om andere mensen af te branden. Ik ga niet een cursus testen met iemand en dan met naam en toenaam zeggen dit is shit. Zo zijn wij niet. Dat is niet het kanaal wat wij hebben. Maar als ik kijk naar de inhoudsopgave van veel cursussen, dan denk ik dat staat letterlijk gratis bij ons op YouTube. Ja. Maar goed, de rest mag je zelf invullen. Nee, maar ik vind dat je daar altijd wel openheid hebt. Nee, maar wij horen ook van heel veel mensen die dan onze producten daarna gebruiken, dat ze heel vaak het verhaal horen, ik kom van die en die. De naam doet ik er heb, niet toe. Ik heb eigenlijk niks geleerd. Nee, en dat is... Ja, dat is zonde. Dan weet je ja, dus, dat vind ik zonde. Dan weet je dus dat het alleen maar gaat om geld harken en niet om de mensen kwaliteit bieden. Nee. En ik vind gewoon, als jij gewoon eerlijk bent en je biedt een goed product, en dat is helemaal niet erg. Hè. Kijk, Dopecash is uiteindelijk ook een bedrijf geworden. Wij verdienen daar ook gewoon geld mee. Dat mag gewoon gezegd worden. Er wordt gewoon geld verdiend. Maar we hebben ook gewoon personeel lopen. Dat wordt ook allemaal gewoon betaald. Het moet ook allemaal onderhouden worden. Dat komt niet uit de lucht vallen. Nee. En ik vind, als jij kwaliteit hebt en mensen zijn er tevreden mee, dan gaan ze vanzelf wel babbelen met elkaar. Want als ik zelf een cursus wil kopen, vraag ik ook ergens in de chat. Jongens, heeft iemand een cursus gedaan? Was hij goed, ja of nee? En zegt dan 80% nee, was kut. En dan koop ik hem niet. Maar weet je wat ik helemaal verschrikkelijk vind? Dat is het laatste wat ik erover zeg. Daar heb ik echt antipathie tegen. Nou. Je hebt zelf een product gemaakt. Ja.
En dan gaan ze zeggen, nu, van 5000 euro voor 1000. Dan denk ik, je hebt die prijs zelf verzonnen. Ja. Dat is hetzelfde als dat ik zou zeggen nu, ons programma kost, neem daytrade en scalpen, 3,99. Ja. Dat ik dan zeg, oké, morgen gaan we een andere marketingcampagne starten. Zeg ik, scalpen en daytraden, eigenlijk 2500, nu voor 3,99. Nee, maar dat is toch triest. Maar dat is van de laatste jaren, dat is marketing. Dat is, ja, ik vind dat echt slecht. Nee, maar je hebt tegenwoordig ook de cursussen, de business, die verkopen om het verkopen. Ja, maar die hebben uiteindelijk geen product. Dan ben je dus alleen maar bezig met het verkopen. Ja. En als mensen tegen mij zeggen, moet ik jouw product kopen? Dan zeg ik, nee, vraag dat maar aan de community, dan moet je niet bij mij wezen. Ja. Vraag dat aan de mensen die het gebruikt hebben. Ja. Maar goed, we gaan weer... Nee, maar dat is al oude business. Mond-op-mond reclame is de beste reclame die er is. Exact. Ons cursus hoort trouwens wel 2500 zijn, maar hij is nu 3,99. Ja, adviesprijs. Ja, ik ben hier niet meer geïnteresseerd. Weet je, ik ben... trouwens, dit vind ik wel een leuk voorbeeld, want ik ben eerder uitgestapt. Ik ben te vroeg uitgestapt. Weet je, dat soort fouten maken ook gewoon... Ik had niet helemaal uit moeten schalen. Wat ga je dan doen? Kan je dan hoger instappen? Mensen zeggen altijd dan, nee, je moet wachten totdat je weer onder die entry komt. Dat is onzin. Dit is een nieuwe trade. Die oude trade, die bestaat niet meer. Net zo dat die trade niet meer bestaat als ik uitgestopt was. Dan neem ik die informatie ook niet meer mee. Dit is een nieuwe trade, dus ik zou prima hier op een nieuwe constructie kunnen instappen. In dit geval van Palantir... Oké, ze zijn nu wel cijfers aan het schrijven. Volgens mij hebben ze ook wat grote contracten binnengehaald. Ik had het inderdaad nog wel op de radar staan. Maar ik vind dit te hoog. Ik vind dit te hoog. Dit is echt een serieuze stijging. Neem ik december, is 6 maandjes geleden. Begin van het jaar, year to date. Ja, 200%. Laat maar eerst even wat paniek in de markt komen. En dan gaat het ook rap weer naar beneden. Komen we dan... ik mis ook historische prijsactie. Komen we ergens hier of zo, daar kan ik erover na gaan denken. Dan gaan we naar BNB. BNB? BNB. BNB? Ja. BNB. BNB! Je bent toch niet... heb je ook oorontsteking? Ja. Godzomer. Even kijken. Peppie en Kokkie gehaald is over ogen. Ja, vandaag. Ik zei dat we er zin in hadden. Maar was de kwaliteit komt het niet te goede. Even kijken. Ja, dat is een leuke, Leon. Schrijf hem even op. Ja, en zij het draadje. Daar hangt BNB ook aan, want ik zit zelfs in positie. Ik heb letterlijk deze trade gespeeld. Misschien ben ik er zelfs wel uit. Nee, kunnen we niks over vertellen, Sander. Elke stream krijgen we weer dezelfde vraag, maar we hebben gezegd, het is er wanneer het er is en reken maar op einde van het jaar, 31 december. En alles wat het eerder is heel mooi meegenomen. Maar er is echt zoveel te doen op de achtergrond dat we kunnen daar niet elke dag maar keihard aan werken. Zodra we de tijd ervoor hebben, zijn we ermee bezig, maar het is druk. Dus reken op einde van het jaar en alles wat eerder is meegenomen. Ik geef ze nog het voordeel van de twijfel, maar dan moeten ze het nu echt gaan doen. Je zou zelfs nog een late entry kunnen nemen hier. Zijn er nog mensen die veel BNB traden dan? Want dat moet wel ergens op een... Of een ja, kan ik niet zeggen. Een andere exchange. Staat Chris eigenlijk al in de quote? Nee, Chris staat niet in de quote. Maar ik denk dat heel veel mensen niet in de quote staan. Die misschien wel in de quote horen. Zou je überhaupt in de quote willen staan? Weet ik niet. Als je dus qua geld... Laat ik die vraag dan stellen. Als je dus qua geld in de quote zou kunnen staan... Zou je er dan zelf voor gaan lobbyen om in de quote te komen? Nee, dat zou ik nooit doen. Nee, ik ook niet. Nee. Als je dan denkt, ja, maar ik ben er niet. Ik ben rijker als de nummer 40. Dus ik wil ook, hallo quote, met Barry. Ja, nee, volgens mij klopt er iets niet hoor. Nee, dat zou ik nooit doen. Nee, maar ik ben er niet bang voor of schaam me er niet voor dat ik wel zelf mee ben gewoon. Nee, dat niet. Weet je, dat is gewoon wel een groot verschil, vind ik. Maar ik hoef dat door soort dingen ook niet per se. Ik zie in de chat, is Dopey Cash ook klimaatneutraal? Nou ja, als wij hier beneden achter de PC zitten met z'n allen als echte mannen. We gaan hier wel eens wat broeikasgassen door de studio heen, dus ik denk het niet. Klimaatneutraal, we gebruiken een PC en we hebben stroom nodig. Ja, wat doen wij voor de rest? We zijn geen fabriek die heel de dag staat te draaien of zo. Nee, er liggen zonnepanelen op de dak. Er liggen heel veel zonnepanelen thuis op het dak. Thuis heb ik mijn hele dak vol liggen. Ja, dus ja, ik rij elektrisch. Ik scheid mijn plastic thuis, ja. Dus ja, je doet je dingetje. Nee, we doen...
Zijn we klimaatneutraal? Absoluut niet. Bij verre weg van, denk ik. Maar ik probeer Draag wel... Draag je steentje bij? Nou, ik denk het wel. Ik zet niet helemaal voor in, maar ik doe wel iets. Ja. Maar... Okay, dus... Kan dat meer? Nou ja, sluit ik niet uit. En ik denk ook langzaam dat we dat gaan doen. Ja. Ja. Maar je moet het me niet op gaan leggen. Nee, dat ben ik dan ga ik juist het tegenovergestelde doen. Dan koop ik gewoon een V12 en dan reffen. Ja. Duidelijk. Goldberg gaan we even kijken vandaag. Dat is lang staat geleden. Eigenlijk een V12 op het lijstje? Zeker. Zeker. Zeker, zeker, zeker. Ja, was voorbeeldje. Out of control. Even kijken, hebben we hier iets ingetekend? Weet niet, was dit ooit een trade of zo? Nou, dan was het misschien nog wel redelijk. Daarna echt heel ver teruggevallen naar een leveltje eronder. Bij mij staat hij niet op de radar. In COVID-tijd ook mega veel verdiend aan dit aandeel. Was ja. Echt een knaller, ja. Jongen. Ja. Ik vind het wel apart dat zij zo laag staan. En dat de goudprijs eigenlijk nog steeds rond die all-time high wel hangt. We zitten wel aan de onderkant van die range. We zijn nu weer een beetje aan het uppen. Ik kan het goudchart er wel even bij pakken. Ik vind dat wel gek. Dan moeten ze nu toch wel centjes verdienen. Als ze nu geen centjes verdienen, dan wordt dat een groot probleem dadelijk. Even kijken. Commodities. XO. Goud staat gewoon op meerjarige highs nog steeds. Die puls zijn we nu gewoon lekker aan het doen. Dat ziet er gewoon goed uit. Dus even in de cijfertjes duiken. Wat is daar aan de hand? Wat is daar aan de hand? Je kan niet alleen maar blind technische analyse doen op aandelen. Leveltjes die lager dan wel. Ja, was je laag ingestapt, had je nu ook nog steeds in de plus gestaan. Wat wil je nu zien? Ja, uptrendje heb je hier misschien ook gemaintained. Goede kans dat ze dit wel terugtest hoor. Zo, daar. Wil je ga je met de trend mee? Ja, dan kan je hier naartoe terugtesten. 25% bijna. Vanaf het huidige punt, hè. KGP. Gaan we naar kijken vandaag. Kingspan Group. KGP. Ja, dat is isolatie. Bouwmaterialen. Ja? Ja, klopt. Ja, je als bouwkundig ingenieur moet dat weten. Dat moet ik wel weten, ja. Oké. Ja. Dit vind ik wel mooi. Je hebt hier nog ineens een volumeprofiel voor nodig, hè? Maar je ziet het gewoon al. Je ziet dat blok. En het gaat hier niet om, dat is een beetje een uitspatting. Hij gaat nu hierboven iets doen. Wat gaat hij doen? Nou, je wil uiteindelijk dat hij hier gaat terugtesten en iets rejecten. Dat maakt niet uit, zo heel veel uit. Want je zoekt vooral naar een entry. Je kan best wel agressief erin, maar ik zou gewoon lekker een box houden. Gewoon, hup, inschalen. Pak je ook de cijfertjes bij. Ja, en dit is meerjarig. Ziet het er wel interessant uit, hè? En de aankomende jaren gaan we dit soort spullen nog wel nodig hebben. Dus ik denk dat het op zich wel een mooie investering is. Yes, zo, dat is wel een jekko gegaan. Moet je kijken, joh. Ja, insane. Dan zegt de Bitcoin. 1100 kijkers en 400 duimpjes. Vinden jullie de content tof? Smash even op dat duimpje. Klik die chat heel even weg en smash even op die duim omhoog. Is een blijk van waardering voor ons en voor jullie een hele kleine moeite. En abonneer dan meteen ook even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Wat zag ik? Netflix nog even kijken. Gaat als een raket. Morgen de earnings. Kunnen jullie even kijken? Tuurlijk kunnen we dat even doen, AVZ. Vind ik gevaarlijk. Wat? Om voor de earnings geïnteresseerd te raken? Nee, maar als alles al jekko gaat, weet je? En het... Ja, is... Het aandeel gaat ook al jekko. Maar dat zeggen we altijd, hè? Ja, op zo'n chart koop je niet. Kijk dit. Dit is gewoon bijna 200% ook gestegen. Ja, het probleem is... het is al hard gestegen. Iedereen wil het weer hebben. Een half jaar geleden raakte niemand er meer aan. Zei iedereen, Netflix is dood. Wat was het nog meer? Meta is dood. Alles was dood. En nu wil iedereen het weer in de porto hebben. Komen morgen die cijfertjes. Als die ook maar iets... niet rooskleurig zijn zoals het is. Zoals het nu geschet wordt, wordt gelijk afgestraft. Het is heel simpel. We hebben hier meerdere keren... ik weet niet wat deze analyse is, maar volgens mij hebben we meerdere keren aangegeven dat het interessant zou zijn om gewoon Netflix te kopen. We hebben zelfs in de bodem hier
hebben we zelfs Netflix gekocht. Ja. Zaten we in de auto, ging het omlaag. Dat verhaal wel vaker verteld. Heb je gewoon in de auto live nog eventjes een flinke bubs Netflix gekocht. Ja. Dat was allemaal nice, was allemaal mooi. Dan was je RR goed. Hier is de RR gewoon ruk. Dus ja, het risico is gewoon te hoog om nu te zeggen, ik ga nu inschalen. Ja, maar wat verwacht je? Dus zelf... Hij gaat als een raket, ja, klopt. Als ze morgen zeggen, we gaan Jacko. Ja. Dat Netflix dat zegt. Ik denk dat ze het in andere woorden gebruiken, maar... Ja. Wat verwacht je vanaf hier nog dan? Verwacht je dat ze weer 200% doen? Ja, maar dat is het. Als je er nu in zit, is het hartstikke lekker. Zit je er niet in, ja, dan is het risico gewoon te hoog. Naar mijn mening om instappen. Ja. Beter laat. Ethereum. Maar te laat, dat willen de mensen niet horen. Nee, ze willen horen, als ik nu instap, verdien ik dan heel veel geld. Ja, kunnen jullie mij de garantie geven dat ik gewoon morgen een hele grote zak met geld heb? Ik wou dat ik dat kon doen. Even kijken. We hebben toch wel iets ingetekend, kom op. Ja, ja. Jullie moeten dat hotelbelletje terugbrengen, dan komen de likes wel. Saltix. Kom maar door met die likes, want dat belletje is er gewoon nog steeds. Hoor. Die staat hier nog steeds op het bureau. Dat is het... Ja, dit is... Maar die gaat nooit meer Dit is een juweel voor die ons. Gaat nooit hier zijn we de streams mee... Hier zijn we de streams mee begonnen. Het kost geen kloten, maar dit heeft... Dit heeft veel waarde voor ons. Onschatbare waarde. Ja. Dit is vanaf aflevering 1 Dopey Cash, is deze hier al. Ja. Dus dat belletje is er nog hoor, kom maar door met die likes. Maar ik ben heel erg met dat soort dingen. Weet je, ik heb echt wel wat dingen, ook gewoon thuis. Is geen klote waard, maar dat is voor mij heel veel waarde. Wat denk je van deze? Die gaat nooit meer weg. Nee, inderdaad. Dit bureau waar wij aan streamen, dat hoge bureau. Want als ik ga staan, heel veel mensen hebben het natuurlijk wel gezien. Ik sta zo aan het bureau. Het is een hoog bureau wat wij hebben. En ik vind dat fantastisch. In de beginfase van Dopey Cash waren wij op zoek naar een hoog bureau. Konden we nergens vinden nieuw. Nee. In de vorm die wij het zochten. Ja. De enige plek waar we hem konden vinden was Marktplaats. Ja. 50 eurotjes. Ja. En dat ding is van hardhout. Niet kapot te krijgen. Nee. Dat bureau, dat nooit meer weg. Hebben wij ooit een ander pand? Staat dit bureau daar gewoon hoor. Geloof mij nou maar. Even kijken. Ethereum. We hebben die puls al gezien. Ik weet niet of je hem hier had kunnen oppikken. Is dat niet het geval? Dan kan je hem hier, wat ik hier heb ingetekend. Ja, veel makkelijker. Als dit kan ik het niet maken. Oké. Okay. Deze had je waarschijnlijk niet kunnen oppikken. Oké, is dit low? Dit is hem toch? Nee. Ja, oké. Okay. Ik zie de andere setup. Maar je gaat het jezelf moeilijker maken dan het is. Weet je, je kan dan zeggen, oké. Dit was niet de drop-off, maar dit was de drop-off die de low heeft veroorzaakt. Is het ook, maar ik zeg dat dit een lopende impuls is. En die heb je hier al gegained en dan had je hier op de terugtest kunnen instappen. Was dat je entry geweest? Is een beetje de... Dit soort trades kan je nemen als je wat langer treedt, weet je? Ik zou altijd zeggen, neem dan zekerheid voor alles. Kan je die setup nog steeds spelen? Ik denk het wel. Ik denk als die gain er dadelijk gewoon komt. En die gain is er nu al op de 5 minuten. Die gain is er nog niet op het kwartier. Nog 12 minuten, dan kunnen ze de gain wel pakken. Ja, dan mag je hem hier gaan oppikken ergens. Hier staat een constructietje, dus daar kan je eventueel wel gaan kijken. En dat is hoe je dat een beetje doet op de lower timeframe. Je mag nog wel iets lager. En dan kijk je gewoon, pak je het meetlintje erbij. Is dit het waard? Nou, 0,6%. Dan bedenk je ook al, waar kan mijn stop te staan? Wat kan ik het dan afdekken met een stop? En is de R dan in orde? Dat is een checklist, hè? En dat moet je eerst doen voordat je überhaupt aan de trade kan gaan denken. Voordat jij je positiegrootte gaat berekenen en zo. Als het antwoord al bij een van die dingen nee is, ja, dan moet je al stoppen direct. Ja, Chris had het over XRP, maar nog niet langsgekomen. Chris wou toch XRP nog even doen? Dat kunnen we zeker even doen. XRP heeft natuurlijk na de flinke stijging nu een terugtestje gemaakt. Ik kan hem daar voorbij pakken. Zero! Hij komt van 40, 45 cent of zo. En we hebben hem uiteindelijk richting een dollar zien gaan. En op dit moment is het een 77 cent of zo, geloof ik, waar we staan. Of tussen de 60 en 70 cent, geloof ik, waar we nu staan uit mijn hoofd. Maar hij is niet helemaal teruggevallen naar waar hij vandaan komt. Dus. Nee, ik vind hem interessant.
Even kijken, waar staat dat ding? Compressie had ik ingetekend. Kijk, hey. Ja, oké, okay, de eerste Bitcoin even. Bitcoin? Nee, tegen Bitcoin. Ik had het over dat die 77 cent was. Oh, oké. Okay. Maar maakt niet uit. Dit is interessant en dat heb ik volgens mij op Twitter ook gedeeld. Dit soort prijsactie zie je eigenlijk normaal in bullish sentiment of boelmarkt prijsactie is dit echt. Een gigantische puls. Hoog vasthouden, compressie gelijk door pulsen. Omdat heel veel mensen hier allemaal wachten. Ja, XRP, hij moet lager. Ik wil hem nog een keer oppikken. Dan wordt hij juist hoger gepulst. Worden alle shorts eruit gesqueezed. Ja, en als die echt uitbreekt. Ik denk wel dat je hier 4 uur boven moet gaan sluiten. Wil je daar echt kans voor krijgen? Ja, waar ga je dan naartoe? Het volgende terug te testen gebied, wat ligt hier? En dat is vanaf hier, nou ja, een 40% hoger. Er zal er ongetwijfeld ergens een hiccup zitten, dus ergens 17% of zo. Dan gaan we dat vertalen naar XRP. Hij staat er al, denk ik. Dat is $1.18. Ik denk ook ongetwijfeld bij de dollar zal die even... Maar als je dat doet, dan verwacht ik dat. Duidelijk. Dat betekent niet meer dat je nu nog als een jekker moet gaan instappen, hè? Zo'n vrouw, wat heet Chris op? Chris, wat een heerlijke energie vandaag. Ja, je zit lekker hoog in je energie vandaag. Ja, maar het is gewoon lekker bijna weekend. Heb je een goede trade vandaag gevallen? Nee, dat zou ook... Als Chris een goede trade heeft, is hij ook vaak vrolijk. Ja, ja, dan word ik wel vrolijk, ja. Maar hij zegt bij hele goede trades bewust niks, want alles is Samsam hier in de studio. Dus, ja, nee, dan had ik mijn mond gewoon. Goed. Prachtig, Chris, hoe je ons altijd meeneemt in je hoofd. Ja, dat is ook wat we altijd proberen te doen, hè. Om letterlijk te vertalen in de chart met de woorden erbij wat er in ons hoofd omgaat. Letterlijk wat hier gebeurt, dat wil je eigenlijk in de stream eruit laten rollen. Ja. Goed. Dames en heren, koeken en peren. 1078 kijkers en 500 duimpjes. Vinden jullie de content tof? Smash even op het duimpje. Abonneer even op het kanaal. Abonneer ook zeker even op Gewoon Dopie, want daar zitten echt hele toffe dingen aan te komen. Nogmaals, ik zal hem nog één keer droppen. Voor nu, heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Onderaan deze livestream komen alle linkjes terug richting www.dopiecash.nl. Vind je alle informatie over Platinum. Onze leerprogramma's, Discord-kanaal, supportlinks, alles staat daar. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Later. Later. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.